Plakken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farm Manager. De vorige keer dat ik deze game heb gespeeld, was op een livestream op Twitch. Want zoals jullie weten, stream ik natuurlijk 4 keer in de week, vijf keer in de week op twitch.tv/plakkengames. En elke maandagavond stream ik op YouTube. En wanneer ik op Twitch stream is dinsdag, donderdag, zo nu dan vrijdag, zaterdag, zondag. Dus, dat is wat we de vorige keer hebben gedaan. Maar we gaan vandaag gewoon eventjes lekker verder. Het is al een tijdje geleden dat ik deze game heb gedaan. Dus ik weet niet precies waar we eigenlijk allemaal gebleven waren. Maar als we eventjes gaan kijken, is het nou eigenlijk herfst. Dus dat betekent dat we niet zo heel veel meer kunnen doen. Maar wat we misschien wel kunnen doen, is eventjes deze water geven. Wat op dit moment niet kan. Oh, is died. Oh. Oh, dat is minder. Ja, want ik zou eigenlijk het liefst nog een extra... Hoe heet dat? Een extra gewassenhuis bij willen hebben, maar ik weet niet. Dat is 5000, dus ik denk dat we er nog eventjes eentje naast gooien. Want namelijk in de winter kunnen wij niks doen, behalve de gewashuizen. Dus dat is wel super vet. En we hebben, wat hebben we hier? Offer from the Ministry of Development, build small rabbit Warren before 11:04. Oké, dan gaan we dat doen. En ja, voor de mensen die dat graag willen weten, ik heb ook mijn nieuwe telefoon binnen. De iPhone X. Mijn iPhone 6S ligt nu in de la, die gebruik ik niet meer. Dus ja, de iPhone X is nu mijn nieuwe telefoon. Super tof. Dus daar kunnen we wel weer eventjes mee verder. Maar we moeten dus... Look at the funding. Ja, is $50 krijgen ervoor. Is niet veel, maar alle kleine beetjes helpen. Dus dan moeten we... small rabbit. Geen idee waar we ermee moeten. Maar het zal wel. Maar ik hoorde namelijk dat bijen ook heel veel waard zijn. Alleen ik weet niet welke ze nodig hebben. Is volgens mij lupine en koolzaad. Maar ja, zoals ik al zei, deze is ook half dood. Ja, resting perennial plant. En deze is hartstikke dood. Dus dit maakt eigenlijk wel helemaal kapot te maken. Omdat het nu winter is, kunnen we eigenlijk verder helemaal niks doen. Dus we moeten wachten totdat de winter voorbij is en dan kunnen we pas wat doen. Dat is een beetje jammer. Maar uiteraard blijft er nog wel steeds dingen gemaakt worden. Zoals wheat hebben we nog wel. Silage hebben we ook nog vet veel van. Dus daar kunnen wij eventueel... weet ik veel... 4500 kunnen we daar wel van verkopen. Dan krijgen we een klein beetje geld. We hebben ook €50 erbij gekregen omdat we dit hebben gekocht. Nou, we moeten hier ook iemand erbij zetten die redelijk met dieren om kan gaan. Maar ik denk dat we er anders eentje bij moeten huren. Kijk, we hebben één bijen maken. Kijk, dan moeten we die clear. Dan moeten we die andere vent, die moeten we kopen. Of inhuren eigenlijk, want die is heel goed met bijen. Die had 5 van de 5 bijen. 3 van de 5 bijen. 2 van de 5 bijen. 3 van de 5 bijen. 3 van de... Deze 682. Die heeft 3 van de 562. 420. Laten we die doen. Kijk, dan kunnen we deze... Die kunnen wij bij de bijen geven. Oh, nee. Wacht even. De bijen moet de bijen hebben. Dus dat is deze. En deze, die mag... Die we net hadden, Ronnie. En dan moet het helemaal goed komen. Oh. Dus dat is super tof. Ja, wat kunnen we nou eigenlijk eventjes doen? Ik heb geen idee. We kunnen dit wel gaan ploegen. Want hier kun je eigenlijk alleen maar mensen voor inhuren. Dan hebben we 4 gewashuizen. We hebben hier... hoe heet die ding ook weer? Aardbeien, tomaten, komkommers. En dan moeten we hier wat anders in gooien. Maar je ziet wel dat alles een klein beetje heel erg verminderd is. Dus daar moeten we rekening mee houden. Maar we kunnen hier ook de dieren verkopen. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk wat we verkopen. Het is alleen jammer dat het winter wordt. Dan kunnen we niet zoveel. Maar alsnog vind ik deze game wel gewoon lekker relaxed. Je hoeft niet veel te doen. Het is gewoon super relaxed. Het is echt ideaal. Ja, deze hebben we een irrigatie ding hebben we ingedaan. Dus deze krijgt automatisch water. Deze dan weer niet, maar die heeft nog geen water nodig. Maar deze moet ook geploegd worden. Als hun klaar zijn, dan moeten we mensen daarvoor laten ploegen. Nou, we hebben ook 5 koeien. Dus
Ja, het, daar moeten we wel rekening mee houden, want dat melk, daar zit een houdbaarheidsdatum op. En als we dat niet verkopen, ja, dan hebben we een probleem. En we hebben ook niet meer zoveel gras. Misschien had ik niet zoveel gras moeten verkopen. Ja, deze zijn nu in resting. Deze zijn ook in resting. Dus dat is ook super tof. Deze heeft water gekregen. Deze moet nog eventjes geploegd worden. Dan kunnen die ook verder. Maar ik weet niet hoe lang één seizoen ongeveer duurt. Nou, je ziet nu, we kunnen hier eigenlijk nu niks doen. Omdat het winter is, kunnen we niet hiermee bezig. Your animals are ready for breeding. Ja, is goed, ja. Maar er waren ook een aantal updates zijn er ook geweest. En welke we daar eigenlijk moeten hebben is deze. De Small Frozen Food Factory. Dan kunnen wij namelijk de kersen en aardbeien kunnen we namelijk bevriezen. En dan verdienen we extra geld. Maar daarvoor hebben wij ook weer deze nodig. Deze, maar die kost 190.000 euro. Nou, daar ben je toch niet goed wijs, jongens. 190.000, daar kunnen we seeds and plants, fruits and vegetables, meats, dairy, bottles and jars, agrochemicals, dry goods, others and frozen food. En wij hebben nu deze, of nee, we hebben deze. Dan kunnen we seeds and plants, fruits and vegetables, dairy, others, bottles and jars. Dus als wij deze op een gegeven moment kunnen kopen, dan kunnen we deze kleine kunnen we verkopen. Want dan kan alles gewoon hierin. Alleen ja, kost 190.000 euro, daar hebben we geen geld voor. Dat is een beetje jammer. Even kijken, zijn ze klaar met ploegen? Ja, bijna wel. Hij moet nog een keertje gecultiveerd worden, want ik had eigenlijk eerst moeten ploegen en daarna cultiveren. Dan moeten ze water hebben, dan kunnen we het inzaaien. En dan moet dat goed komen. Maar ja, wat ik al zeg, het is alleen heel erg jammer dat het winter is, want dan kunnen we bijna niks. Laten wij 3 konijnen kopen. Want ik denk dat, ik weet niet of ze nog genoeg eten hebben, ja. Want ik natuurlijk best wel veel verkocht hebben. Too low temperature voor wat? Het sneeuwt! Ja, goed. Die zijn denk ik ook klaar, dus dan mag dit nog eventjes gecultiveerd worden. En eigenlijk moeten we eventjes wachten totdat de winter voorbij is. Als ik heel eerlijk ben, want we kunnen verder niks in de winter. Want de vorige keer hebben we het hartstikke druk gehad, dan moesten we oogsten, dan moesten we van alles en nog wat doen. Maar ja, hier is dat niet het geval, omdat het nu winter is. Anders moeten we eventjes wachten totdat de winter voorbij is. Maar dat duurt nog wel eventjes. En we kunnen niet oogsten, dus dat is ook super tof. Daarom is het altijd super chill om ja, gewoon kassen te hebben. Want die gaan gewoon door in de winter. Dus als hun dit nou gewoon gaan oogsten. Nou, je ziet de aardbeien, je ziet er wel op zitten. En waar hun langs gaan, ja, daar gaat het er gewoon vanaf. Je ziet ook wel dat het wat minder wordt. En die aardbeien kunnen we dan direct weer verkopen. Want ja, als we ze niet verkopen, dan verrotten ze. En dat moeten we niet hebben. Kijk, 274 strawberry harvested. Dus dan gaan we nu alles verkopen en dan krijgen we gewoon lekker 4000 euro ervan. En dat is best veel. Dan moeten we hier nog eventjes kijken wat we hierin gaan doen. Your animals are ready for breeding. Kijk, en de koeien zijn ook naar binnen. Omdat het winter is, gaan de koeien naar binnen. De kippen, die lopen nog wel buiten. De konijnen, die zijn denk ik ook binnen. Maar ik weet niet, hè. Waarom zou je zoveel rabbits willen? Want je kunt er maar 5. Kijk, dan kun je inseminaten kun je wel doen. Maar als je ze dan verkoopt, heb je eigenlijk alleen maar 2 euro winst. Daar zijn ook niet zoveel aan. Nou ja, goed. Laten we eerst even bemesten. Met mest. Want we hebben genoeg mest. Want je kunt hier geen trekker voor gebruiken. Renovation. We moeten natuurlijk wel al onze machines wel eventjes goed onderhouden. Ook voor in de winter natuurlijk. Saaimachine niet. Even kijken of alles wel goed is. Nou, volgens mij gooit het deels wel hoor. De mowen. De hark is ook goed. Ja, alleen de trekkers zijn een beetje minder. Maar dat moet denk ik wel goed komen. Deze moet ook alweer straks een beetje water hebben. Die hoeft geen water. Deze moet ook water hebben. Dus nou is het eigenlijk een kwestie, omdat het nu winter is. We zitten nu bijna op een kwart. Moeten we heel goed de kassen moeten we in de gaten houden. Dus dat is eigenlijk het enige wat we kunnen. En natuurlijk de dieren. Maar heel af en toe gaan de dieren blijkbaar dus nog naar buiten.
We krijgen hier gewoon lekker veel melk voor. En dat melk dat kunnen we ook gewoon lekker verkopen. Maar, als we eventjes gaan kijken, hè. Medium brick garage. Hoeven we niet hebben. Maar hebben we niet iets? Small frozen factory. Small milk processing plant. The milk processing plant allows to produce of cheese and other milk based products. Daar kunnen we het melk kunnen overzetten in kaas ofzo. Maar volgens mij heb je daar dan ook weer. Die ene voor nodig. Want het is natuurlijk melk. En dat moet gekoeld blijven. En dan moet je volgens mij moet je daar deze voor gebruiken. Welke was dat nou? Seeds and plants. Dry goods, others and frozen food. Dry goods. Ja, ik weet niet of dat past. Want anders moeten we misschien... ja, een lening is heel erg gevaarlijk. Maar als wij bijvoorbeeld... deze is 62.000 euro. Dan kunnen we het melk namelijk overzetten in kaas en zo. Dus misschien dat dat wel een goeie is. Maar dat weet ik niet. Even kijken, wat gaan we hier inzaaien? We hebben al komkommers, we hebben al aardbeien en we hebben tomaten. Wat zou meer zijn? Aardappels? Laten we voor pompoenen gaan. Dan wordt het geleverd. Maar dan wachten we daar eventjes op. Dan wordt het geleverd, kan er ingezaaid worden, water geven en dan kan het groeien. Nou, dit duurt nog 4 dagen, 13 dagen, dan mogen ze ook wel eventjes water geven. En deze hoeft nog geen water te hebben. En zo blijf je dus constant bezig zijn, alleen ja, wat ik zeg, in de winter heb je er niet zoveel aan. Kijk, deze kunnen ook geoogst worden. Daarom moet je zorgen dat je in de winter, dat je voldoende kassen hebt, want dan kun je namelijk gewoon door blijven gaan. Dat is ideaal, en volgens mij kan deze ook ingezaaid worden. Pompoenen. Ja, er is er maar eentje, want de rest is allemaal bezig. Dus daar wachten we nog eventjes meer. Dat het of alles water is gegeven, of dat het alles geploegd is. Geoogst is. Kijk, nog steeds wel weer met z'n drieën. En zo blijven we dus altijd bezig gaan. Nou, en in het voorjaar zijn we hier weer bezig met de velden. En ja, het gras is in ruststand. Dus is een beetje uitgedroogd. Maar daarna komt het wel weer omhoog. Huppakee, kijk, dan kunnen we deze ook alweer oogsten. We hebben niemand over, dus we moeten even mee wachten. Ja, hier zijn ook al mensen bezig met oogsten. Maar we hebben, het goed is meer dan... Ja, we hebben in totaal hebben we 11 mensen. Nou, dat is niet helemaal waar. 11, 10, 9, 8, 7 mensen hebben we sowieso over. Dus we kunnen sowieso 6 mensen tegelijkertijd met de kassen bezig zijn. Dus... Dat moet wel goed komen. Alleen dit schiet nog niet echt op als ik heel eerlijk ben. Nou goed, ik hoorde net iets binnenkomen. En ik heb een pakketje gekregen. En volgens mij zit daar mijn hoesje. Als ik het goed heb. Ja, er zit mijn hoesje voor mijn nieuwe telefoon. Pff. Juist. We moeten toch wachten, want we kunnen verder toch niks. Kijk, Apple iPhone X. Top. Waar is mijn zakmes? Daar is die. 780 tomaten geoogst. Kijk, die gaan we direct eventjes verkopen. Die gaan we verkopen. 9000 euro. 2000 euro. Juist. Kijk, als we gewoon zo door blijven gaan. Ja, dan kunnen we zo het een en ander kunnen we krijgen. Het melk verkopen. Eieren verkopen. Jojojojo. Zo. Top. Even keer. En... Het is wel een beetje een pruthoesje misschien. Maar goed. Gaat om het idee. Maar goed is, ik moet hier inpassen. Jojojojojojo. Maar zo'n hoesje heb ik ook gehad. Maar dit is gewoon puur ook natuurlijk voor bescherming en zo. Face ID. Nou, we hebben een hoesje eromheen. Top. Hoesje is er ook. Het is alleen een beetje, misschien een beetje apart. Om te gebruiken. Maar hij doet het. Alright. Mes weg. Gewoon in de tussentijd. Ja, het is toch winter, dus we kunnen niet zoveel in de game. En die mag ook weg. Moet die prullenbak liggen. Oké. Deze kan ook geoogst worden. Dus we gaan maar oogsten. Want deze heeft
Hier zijn ze ook nog steeds niet klaar met de oogsten. Hè? Moet je nagaan hoe lang dat duurt. Zoveel komkommers hebben we. Dus hebben we water nodig. We hebben niemand om water te geven. No! Jongens, maak aan! De pompoenen hebben water nodig. 115. Ja. Verkopen. Die komkommers, jongens. Die leven vet veel op, joh. Snel! Ja! Water geven nu! Ja, dan kun je ook hier linksboven en hier rechtsbovenin zien. A drought on your field. Your animals are ready for breeding. Nou, nu heeft hij water. Kijk, er komen kleine pompoentjes komen erachter, dus... Ah, super tof. 4000 komkommers geoogst. Hoeveel zijn die komkommers wel niet waard, joh? 6000. Net hadden we 9000. Moet je nagaan. Hé, hey, het is ontdooid. Mooi. Nou, het is nou eigenlijk echt puur alleen maar... your animals are sick. No! Call die vet. Komkommers hebben ze ook geoogst. Harvested crops. Dus ik denk... dat dit weer opnieuw moet. Want deze blijven gewoon allemaal doorgroeien. Alleen... komkommers, omdat die zo ongelooflijk veel waard zijn, moet je die hele tijd opnieuw doen. Denk ik. Dus ik denk dat we het maar opnieuw gaan ploegen. Dan mag deze weer opnieuw water. En ze blijven dus in ieder geval in de winter bezig met die kassen. Als je geen kassen hebt, dan heb je gewoon helemaal niks te doen in de winter. Want die dieren, die worden automatisch. Ja, we kunnen de inseminator bellen. Laten we dat dan maar doen. Maar, ach... En dan gooien we hier ook gewoon weer komkommers in. Want als dat zo ongelooflijk veel waard is. Dan gaan we dat ook doen. We hebben 50.000 euro, jongens. Het gaat heel goed. Top. Super. Kijk, want als wij ook die gekoelde. Gekoelde warenheus hebben. Dan gaat het. Het melken zo gaat natuurlijk ook langer mee. Omdat het gekoeld wordt. Dus dat is ook wel lekker. Deze mag wel weer water hebben. Gaan we hier nog even komkommers in zaaien. En dan, ja, verder kunnen we niet echt heel veel. Dan kunnen we de volgende video een keertje. En dan is het denk ik wel voorjaar. Dan kunnen we weer lekker heel druk aan de gang. Met de trekkers en zo. Dus, dat moet goed komen. Jojojojo. Crop quality. Plowing in progress. Ja, maar dan moeten we hier denk ik weer opnieuw inzaaien. Dus als we alvast komkommer gaan kopen. Eigenlijk 20. Zoveel hebben we niet nodig. Your animals are ready for breeding. Kijk, nou zijn we ook alweer al het melk kwijt. Maar dat is dus denk ik. We moeten het heel goed in de gaten houden. Want anders zijn we namelijk alles kwijt. Train any worker to level 5 before. Ja, dat kunnen we wel eens even kijken. Is iemand nog geen level 4 of zo? En hier, Card Murphy. The skill care for plants affect the size of the harvest. Small rabbit. Nou, die kunnen we bijvoorbeeld, heb ik hier. En dan krijgen we ook weer 1000 euro erbij. Ja, dat is ook weer klaar. Moet dit, wat moet hier aan gedaan worden? Cultivate moet ook nog. Maar het liefst zou ik gewoon overal een irrigatiesysteem neer willen zetten. Maar dat kost gewoon 10.000 euro. En dat vind ik dan wel een beetje heel erg veel. Ja, goed. Het is niet anders. Het is niet anders. Maar we krijgen lekker veel geld, jongens. Daar ben ik echt blij mee. En de tomaten gaan sowieso het snelst. Omdat die gewoon automatisch bewaterd worden. Dat is ideaal. Als we meer geld hebben, dan kunnen we dat ook wel zo doen. Maar... ik wil eigenlijk sparen voor zo'n warenhuis. Zo'n gekoelde waren. Dat is 190.000 euro. Dat is best veel. Kijk, we hebben nu ook alweer 18 kippen. Dus we kunnen ook als we 2 kippen houden. Nou, rabbits kunnen we ook 3 verkopen. Krijgen we ook een klein beetje geld. En zo blijf je maar bezig gaan.
winteren werkzaamheden. Kijk, dan moeten ze eerst even rusten. Nou, die zijn klaar. Bemesten hoeft niet. Dan kunnen we hier weer komkommer in gooien. Maar dat levert vet veel op. En dat gaat helemaal goed. Hey jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farm Manager 2018. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het zo is, knal het je like erop. Zoals jullie weten wil ik natuurlijk zo nu dan gewoon even andere video's maken. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat niet alleen maar farmen, maar ook gewoon een keertje wat anders. Hopelijk hebben jullie genoten. Knal dit like erop. Vergeet niet om te abonneren. En vergeet niet om op het belletje te drukken. Zou ik super tof vinden. En zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Kalm!